Op de Jaap Edebaan in Amsterdam werd het startschot gegeven voor de Rabo Cycle Tour. Ja, allemaal heel geluk allemaal. Fantastisch dat jullie vandaag van start zijn. Nou is Rabobank natuurlijk al jaren bekend van sponsoring van de Rabo ploeg. Dus met een echt wielerhart. Waarom nou ook zeg maar voor de gewone man? Ja, de breedte sport van het wielrennen en ook van andere sporters ondersteunen we ook al jaren. Dus overal in het land en nu ook dus dan ook in Amsterdam doen we niet alleen de topsport op het wielrengebied. Maar ook gewoon voor de echte wielerliefhebber, de recreant. En ja, dat past gewoon goed bij ons. Wat zijn jullie een kanjes allemaal? Ik heb er wel zin in, het weer is geweldig, maar voor de rest moeten we nog maar even afwachten. Ja, het is goed gezond en goed voor, de, ja, voor het samen zijn en je netwerk. Nou, nog één keer applaus en dan gaan jullie naar het stalletje toe. Goed gedaan! Waarom heb jij zo'n mooie beker in je hand? Omdat ik heb meegedaan aan een fietswedstrijd. En hoe heet die fietswedstrijd? De Dikke Bandenrace. Ja, die wordt hier aangetrokken. De handjes gaan al op de hoogte. Hij is zeker van de overwinning. Ik, Youssef en Tarek waren de beste. Okay, en wil je later ook wielrenner worden? Nee, ik wil voetballer worden. Ajax, hè? Ja. Ruim 2400 deelnemers mochten kiezen uit verschillende afstanden door het Noord-Hollandse en Utrechtse landschap. Dag meneer, u gaat op de gewone fiets vandaag. Ja, ik heb niet beter. Maar dat is goed genoeg voor mij hoor. Daar doe ik alles op trouwens. Hoeveel kilometer? 45. De opbrengst van de Rabo Cycle Tour gaat dit jaar naar Only Friends. Deze sportclub biedt kinderen met een beperking de kans om te sporten. Kijk eens even, 5500 euro. Fantastisch. Wat een geweldige gift. Ik heb aangegeven dat we voor die kinderen, het vergt natuurlijk wat, hè? Driewielers, tandems, speciale fietsen. Ja, dat we daar in alle eerlijkheid de centjes voor kunnen benutten. En ook gaan voor benutten, om dat soort dingen, attributen voor ze te kopen. En eigenlijk is dit de officiële kick-off van een nieuwe sportafdeling binnen Only Friends, het cycling. En in samenwerking met de Rabobank zijn we tot een uniek initiatief gekomen waar we dit hier vandaag mogen openen, de afdeling. Alle met de chef nog even op de foto. Dat is natuurlijk fantastisch. Kom even. Dag meneer, wat is dit? Dit is een shirt met alle handtekeningen van de Rabo-renners. Dat heb ik vandaag gewonnen. Dat stel ik weer beschikbaar aan Only Friends. Voor het goede doel? Voor het goede doel, ja. Nou, dat is mooi hè. Dan wordt hij 2 keer geveild voor Only Friends. Ja, dat is fantastisch. En ik denk Frans dat je echt heel veel kinderen hier blij mee maakt. En dat wij weer een andere besteding geven is alleen maar absoluut top. Dankjewel. Was het? Heerlijk, mooie omgeving. En heerlijk weer. Het is altijd gezellig en ook onderweg. En iedereen is met elkaar. En ik vind het altijd leuk. Beetje een familiegevoel? Ja, ik vind wel een familiegevoel. Ja. Ik denk dat de Nederlandse wielersport heel veel te danken heeft aan de Rabobank. En als ze dan behouden ze de professionele wielrennen dit allemaal nog doen. Ja, dat is gewoon echt geweldig. Leuk om te doen. Geweldig, geweldig, super. Was er alles goed aangegeven, mooi weer, heerlijke moederdag. Ja, dankjewel. Volgend jaar weer. Ja, zeker. En nou voorbereiden. Want dit was even afzien hoor.